Michiel van Maarseveen, half uur na de wedstrijd, RCO AC 4-2. Ja, je staat hier ongetwijfeld met een klote gevoel. Ja, zonder meer. Ik had gehoopt hier met een overwinning weg te gaan. En nu heb je twee doelpunten in te halen. En dat is een slechte uitgangspositie. Maar in alle eerlijkheid, zeker gezien de eerste helft, hebben jullie het moeilijk? Komen jullie eigenlijk bijna niet voor het hok van RCL? Zij scoren één keer na rust. Binnen no time drie goals om je oren. Ja, toen had je ongetwijfeld het idee van nou, het is klaar. Ja, nou ja, toen dacht ik wel van dit gaat heel snel en veel te snel eigenlijk. En gelukkig konden we hem op tijd dichten. En toen was de enige optie doelpunt te maken om volgende week goede uitgangspositie te hebben. Nou ja, dat is nog gelukt. Ja, dan kwam Maarten Reijneveld in de tweede helft. Die prikt dan twee keer raakt. Doet het de laatste weken uitstekend natuurlijk. Misschien toch te laat gebracht? Ja, is moeilijk zeggen, maar... Heel goed, hij valt heel goed in een aantal keer en hij loopt op een aardig gemiddelde. Dus, ja, mag je zeggen. Ik wil zeggen, ik heb al gevraagd, volgende week heeft hij de drie in zijn voeten zitten, zei hij. Ja, dat belooft dan nog wat. Je hebt in ieder geval weer de moed voor volgende week om er toch nog wat uit te halen. Maar het zal zeker niet makkelijk worden. De omstandigheden van vandaag waren ook heel lastig. Maar lange tijd waren jullie eigenlijk een soort van kansloos toch vandaag? Ja, in de eerste helft brachten we gewoon veel te weinig. En toen hadden zij de controle over de wedstrijd. En konden wij, wat je zegt, niet eens in de buurt van de 16 komen met een goede aanval. Het idee ook overal een stap te laat eigenlijk? Nou, dat gevoel had ik ook. En ik weet niet precies waar dat nou in zit. En eigenlijk is het zonde dat je na zo'n achterstand, dan lukt het wel. En dan ben je wel op tijd. Nou, en dan zie je dat je ook nog doelpunten kan maken. Nou ben je door de wol geverfd, van alles en nog wat meegemaakt bij ARC natuurlijk, waar je voor mijn gevoel 112 jaar speelt. Maar goed, dat is dan wat overdreven. Maar wel eens in zo'n positie gezeten, dat het heel erg moeilijk wordt om lijfsbehoud nog te bewerkstelligen? Wel eens in gezeten. Niet zozeer in dat het in één wedstrijd die drie punten moet zijn, maar wel met nog zes wedstrijden dat je er minimaal vijf moet winnen. En toen bleven we ook in de topklasse. En 4 jaar geleden... Een beetje hetzelfde idee en toen verloren we helaas tegen Volendam. Dus het is zeker niet onmogelijk, maar het zijn lastige wedstrijden. Maar sowieso, ja, RCL en ARC, eigenlijk twee grootmachten toch in deze regio die eigenlijk allebei in de eerste klasse zouden moeten spelen. Ja, eigenlijk wel. Zeker qua naam, qua club moeten die minimaal allebei in de eerste klasse spelen. Het is wat kort na de wedstrijd. Uiteraard zal er gesproken worden bij jullie van hoe dat volgende week recht te trekken. Durf je een uitspraak te doen over de afloop? Nou, ik heb gehoord dat Maarten de 3 in zijn benen heeft zitten. Dus we gaan 3-0 winnen. Maar dan moet je ook nog wat tegenhouden achterin. Ja, dan moeten er 4 meer tegengehouden worden. Maar die taak gaan wij volbrengen. En voorin gaan we er een paar inschieten. En dan geloof ik dat we gaan winnen. Dus het komt alsnog goed voor ARC? Het gaat goed komen. Ik spreek je volgende week. Is goed, dankjewel. Dank je. Yes. Merci. Hoi. Top. The concert.